Een hele goede morgen, dames en heren. Ik ben natuurlijk weer met Benjamin. We gaan lekker vissen, even filmen. Het is ongeveer 4 uur 's nachts, dus ik ben kapot moe. De wekker ging weer veel te vroeg en natuurlijk ging ik weer veel te laat op bed. Maar goed, we gaan naar een voerstek waar ik de topvis op de stek had hangen. Gisteravond even gekeken. Helaas zag ik wel wat karpervissen op de stek links van mij. Maar goed, ik heb net gekeken en ze zijn gelukkig vertrokken. Wij gaan even de hengels klaarmaken en dan tunen we weer in als het wat lichter is. En dan gaan we kijken of we vissen kunnen vangen, of niet, ben je meer? Zeker weten. Ik denk dat het wel goed komt, joh. Ik denk het ook. Het is eindelijk een beetje licht aan het worden. De laatste hengel lag nog geen 5 minuten in en die loopt echt keihard af. Over de moon, knijterschub. Daar zijn we blij mee, of niet, Benjamin? Zeker weten. En wat een run, joh. Wij gaan hem zo even op de film zetten. Gaan nog even snel de hengel opnieuw inleggen. Hij zit even in de sling. En dan hopelijk op nog geen. Maar we zijn in ieder geval al super blij met deze vis. Binnen 5 minuten de hengel af zou lopen, had ik echt niet verwacht. Ondanks dat ik een paar dagen heb gevoerd. Ik ken het water, het is echt geen makkelijk water. Maar goed, deze schub als resultaat hoor je mij echt niet klagen hoor, als ik de wekker moet zetten. Het is een prachtige vis, een oude schub. Ik denk niet dat hij er echt zin in heeft. Maar kijk dan joh. Oei, oei, oei. Prachtig mooie rode staart. En je ziet gewoon gelijk dat het een oude vis is. We gaan deze rakken weer laten zwemmen en dan kijken of we nog één bij kunnen vangen. Heerlijk. Daar word je toch super blij van. Op naar de volgende, joh. Nou, we zijn ondertussen een uurtje verder. Het is eindelijk licht. Ik ben wel gesloopt met 3 uurtjes slaap. Ach ja, het is niet anders. En dan heb je ook nog natuurlijk Benjamin mee die de hele dag niks doet. Maar ik zal nog even laten zien waarmee ik heb gevoerd. Nou, we hebben dus verschillende diameters in elkaar gegooid. 20 mm XL Pro, 20 mm tuna's en 15 mm tuna's. Ik heb gewoon 2 verschillende smaken gemengd, zodat we een groot deel van het bestand aan kunnen spreken. Tot nu toe heeft het 1 vis opgeleverd. We gaan kijken of we nog een paar kunnen opleveren. Even de hengels opnieuw ingooien, dan tunen we weer in als er wat gebeurt.
Nou, we zijn ondertussen een uurtje verder. Ik ga lekker inpakken. Het is doodgevallen bijna eigenlijk. En ik val zelf ook bijna in slaap. Ik heb aardig honger en ik moet de hond uitlaten. Dus het zal misschien een korte video zijn. Dus we hebben besloten om hier de andere sessie met Marco in het hout achter te plakken. Zodat jullie nog even kunnen blijven kijken. En hopelijk genieten jullie van de rest van de video. Een hele goede morgen, dames en heren. Ik ben vandaag met Marco. Hier. Ik ben met Benjamin. Het is weer vistijd. Tijd voor een nieuwe social. Ik heb de hengels van Marco samen al ingelegd. Even kijken. Daar aan de overkant ligt één net uit de wind. En eentje aan de eigen kant met wat kruimelboilies eronder. En Marco heeft de stek uitgekozen, dus dat wordt gegarandeerd blanken. Ja, nooit gevist. Nee, dat is ook zo. Je hebt er nog nooit gevist. Dat is echt zo'n standaard excuus voor blanken natuurlijk, hè? Zeker. Benjamin die gaat ook even de lijntjes uitzwemmen en dan... zie ik jullie straks hopelijk op de mat met een vis. Maar we gaan eerst even Marco op je interviewen. Tot zo. Yo. Nou, ik zal nog even uitleggen met welk systeem we hier aan het vissen zijn. In dit geval de Central Shocker systeem van Pole Position. Uiterst visveilig en effectief, aangezien de vis vanuit het midden van het lood wordt gehaakt. De richtje wat ik daarop vis is de Ronnie rig, een van de meest besproken rigs van de karpenviswereld op dit moment denk ik zelfs. Vissen met een klein pop-upje, de Gracie Berry van Arma Base in dit geval. Onder de haak heb ik een klein beetje poetie zitten, zwaar overloaded want ik wil dat de haak zo snel mogelijk naar de onderlip gaat en in het midden van de onderlip wordt geprikt. Wat je vaak hebt dat als je ze niet uitbalanceert is dat ze in de zijkant van de lip worden geprikt en vervolgens de bek gaat scheuren. Mochten jullie de Arma Base willen bestellen kan dat nu ook met de kortingscode MARCOTEAM. Link staat in de beschrijving. Laat me even weten of je hebt besteld. En dan misschien stuur ik wel wat extra's mee. Nou, zo vissen we hier eigenlijk. Nou, dan ben je in een keer hamburgertjes aan het bakken. En altijd tijdens het eten loopt de hengel af natuurlijk. Deze kwam op een oranje pop-up, de Gracie Berry. Een hartplaatje tussen het wier gevonden, daar neergelegd. Een paar tuna's eromheen, verkruimeld. Wat hele boilies eromheen. En dan gaf gewoon een volle fluiter en een prachtige drill. Ja, wij gaan even hem op de foto zetten en dan mag hij weer lekker zwemmen, joh. Daar zijn we super blij mee toch, Marco? Zeker weten. Lekker, man. Yo, dames en heren, het is helaas bij de eerste vis gebleven. Geen arbeid meer kunnen forceren daarna. Het waait verschrikkelijk hard, dus ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Maar het was gezellig toch, Marco? Ja, zeker weten. Helaas ben je vis gebleven. Maar goed, volgende keer beter. Zo is dat. We hebben lekker hamburgertjes gegeten, dus dan is de dag altijd goed. Wij gaan lekker inpakken, even een lekker timelapse erachter plakken. En dan hopelijk tot de volgende video. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En ons te volgen. Wat zei je? En te delen. En te delen natuurlijk inderdaad. En ons te volgen op social media. De links staan in de beschrijving. En dan hopelijk tot de volgende video. Yo.